Waar denk je aan bij dood? Waar denk je aan bij de dood? Ja. Waar denk ik aan bij de dood? Ik denk er bij voorkeur niet aan. Dus ik denk eraan dat iemand er niet meer is. Het leven, eigenlijk. Ja, en de natuur, het is een cyclus. Waar ik aan denk, nou, dat is dan denk ik wel aan mijn jongste broer. Die is overleden een paar jaar geleden. Dus ik ben er niet zo heel erg mee bezig, maar je wordt er onvermijdelijk toch mee geconfronteerd. Toen mijn vader overleed, dat ik dan dat het zo gek was dat het leven doorgaat. We zijn beide gelovig, dus wat doen we dan? En zo heb je het er wel eens een keer over. Ik moet wel, zoals ik in mijn leven ben, moet ook mijn uitvaart eruit zien. Gewoon showy. Ja. Ik zou het wel ergens vrolijk willen laten zijn. Ik zou er iets van een moment van willen maken dat iedereen bij elkaar is en dat ook zo beleeft. Nou ja, jouw familie dacht die toch. Wij zijn wel van het cremeren. Wij zijn weer van het begraven. Ja, dat moet ook nog. Ja, maar dan moeten we het samen nog een keer over hebben. Ja. Maar daar staan we nog niet zo bij stil. Bij stil, nee. Het is niet echt een bepaald moment voor, denk ik. Het komt gewoon. Ik bedoel, jij gaat niet hebben zo van. Oh, zullen we het nu over de dood hebben of zo? Nee. Dat denk ik niet. Ik heb zelf in de verpleging gewerkt en toen heb ik wel eens mensen gezien die kosten van alles in leven werden gehouden. En dan denk ik, ja, dat moet je dus niet willen. Je moet mensen ook de kans geven om gewoon te overlijden.